16 januari 2016, Royal Antwerp tegen ASV Geel. Antwerp is helemaal klaar voor de herstart van de competitie. Op een gedeelde eerste plaats in de Proximus League en versterkt met 4 gereputeerde nieuwelingen zijn de mannen van coach Gevaert op winterstage geweest in Spanje. De wedstrijdsponsor is drankenhandel Gagelmans en die zorgt er, samen met Maas, voor dat de beste supporters van het land geen dorst zullen lijden. Antwerp begint overtuigend aan de wedstrijd en zet meteen druk naar voren. Limbombe geraakt knap voorbij zijn tegenstander en speelt terug tot bij Cornet. De aanvaller schiet in 1 tijd op doel in de handen van Vromans. Geel laat zich niet van slag brengen. Amper 3 minuten later pakken ze uit met een sterke counter. Jutte krijgt iets te veel ruimte van onze verdediging en trapt paal binnen voorbij Kunimbana. Het staat 0-1. Antwerp beantwoordt de goal met actie en speelt voorwaarts. Een lange bal van Dufair belandt via Cornet tot bij Dukivi, die de bal meegeeft met Limbombe. Limbombe gebruikt zijn snelheid om voorbij de verdediging te komen en legt voor Dukivi, die de bal over de lijn duwt. Na 18 minuten spelen staat het 1-1. Prachtige assist van Limbombe. Na 23 minuten gaat Zico Gilis in de fout en pakt geel. Dazeleren krijgt een harde klap, maar loopt gelukkig geen blessure op. Antwerp blijft aanvallend en gevaarlijk. Limbombe wringt zich tussen 3 verdedigers en kan de bal centraal naar de Kevi spelen die op zijn beurt aflegt voor Dufair. De bal komt bij Hermans terecht die hem de rechtshoek indraait. 2-1 en de Bosuil feest. Vlak voor rust zien we nog een indrukwekkende actie van Dufair die richting doel dribbelt na een lange bal van Limbombe. Dufair stuit op geelse verdedigers en de bal komt bij Cornet terecht, die hem hard en laag richting linkerhoek trapt. Vromans duwt in corner. De tweede helft begint meteen iets fysieker. Limbombe krijgt een harde tackle van Schelen, die geel krijgt. Antwerp wil de vorm van de eerste helft verder zetten, maar stuit geregeld op de geelse defensie. Hermans trapt de bal tot bij Cornet, die hem centraal kopt. Dukivi pakt hem heerlijk op de slof, in de handen van Vromans. Onze Reds proberen geregeld langs de flank wat enkele mooie acties oplevert. Joren Dom dribbelt langs rechts en steekt door naar Dukivi, die hem ver overtrapt. Vlak voor het einde van de wedstrijd krijgt Antwerp nog een laatste kans. Bint zit voor via de linkerflank, waarna de bal bij Dufair belandt. Dufair kapt en schiet, maar Christiaans weert de bal op de doellijn. De wedstrijd eindigt op 2-1 en zo wint Antwerp voor het eerst van ASV Geel. Een belangrijke zege, want de Reds komen hiermee opnieuw alleen aan de kop van het klassement.